Dag kijkers, welkom bij Z-Insurance. De discussie over de betaalbaarheid van de pensioenen woedt opnieuw volop. Minister Bakkelijne heeft onlangs laten verstaan dat de regering de uitbouw van een aanvullend pensioen bovenop het wettelijke pensioen zal stimuleren. Ik praat er vandaag over met Jean-Michel Cuper van AG Employee Benefits en Healthcare. Meneer Cuper, welkom. We weten allemaal dat het pensioensysteem onder druk staat. Wat zijn de trends die u opmerkt? Er zijn in feite drie belangrijke uitdagingen voor de tweede pijl om een volledige rol te kunnen spelen in het landschap van pensioen en gezondheidszorg. Ten eerste veralgemening. Nu alleen maar 75% van de werknemers genieten van een aanvullend pensioenplan. De doelstelling is natuurlijk dat iedereen moet een aanvullend pensioenplan hebben. Ten tweede de versterking. We stellen vast nu dat de pensioenbijdrage van de arbeiders is maar 1%. En dat is 4% voor de bedienden. Dat is nog onvoldoende natuurlijk. En dus wij moeten zorgen voor in de toekomst een verder versterking van die pensioenbijdrage. U heeft gezegd dat er drie uitdagingen zijn. Wat is dan die laatste uitdaging? De laatste is de versnelling. Dat wil zeggen meer flexibiliteit in het systeem. Iemand die meer dan 55 jaar oud wordt, heeft misschien minder kosten en dus wil misschien een deel van zijn salaris omvormen in meer pensioenbijdrage. Veel uitdagingen dus. En hoe zit het vandaag eigenlijk met het rendement van de aanvullende pensioenen? Ja, misschien moet ik ten eerste herhalen dat de WAP, de wet op aanvullend pensioen, voorzien dat de werkgever een gewaarborgd rendement garandeert. En dat was tot begin van dit jaar 3,25% voor sommige plannen. Om rekening te houden met de evolutie op de financiële markt, we kennen nu een speciale situatie met zeer lage rente, de sociale partners samen met de minister hebben beslist om een aanpassing te doen aan die garantie. En dus is die garantie gedaald naar 1,75%. De rente is dus gewijzigd, maar wat betekent dat in de praktijk? Want we hebben tak 23 contracten en tak 21 contracten. Dat is waar dat voor de tak 23 producten, waar de verzekeraar geen garantie geeft, en voor de pensioenfondsen, de 1,75% zijn van toepassing zowel op de nieuwe storting als voor de opgebouwde reserve op het moment van aanpassing. Maar in de tak 21 product waar de verzekeraar een garantie biedt, de 1,75% zijn alleen maar geldig voor de nieuwe stortingen, de opgebouwde reserve op het moment van aanpassing, dus begin van dit jaar, blijven genieten van 3,25% tot pensioen van de aangesloten. We hebben het gehad over de aanpassingen van het rendement, maar er zijn nog andere zaken die veranderen rond het aanvullend pensioen. Hè? We zien in feite twee belangrijke trends op de markt. Ten eerste, de werkgever die willen meer hun extra legale voordeel, dat ze financieren, laten waarderen. En ten tweede, de aangesloten, die zijn meer digitaal en die willen altijd overal toegang hebben op hun gegevens en dit op alle toestellen. En dus, het wordt verwacht van de verzekeringssector dat wij de nodige digitale IT-tools ontwikkelen om aan die nieuwe noden van de werkgevers, van de aangesloten, te kunnen beantwoorden. Meneer Cuper, hartelijk bedankt voor uw toelichting. En u, dames en heren, bedankt voor het kijken. Graag tot volgende week voor een nieuwe Z-Insurance.